hello everyone and welcome to the next episode of the Slow Dutch podcast. As always I'm going to be reading you a story uh, in Dutch slowly then I'm going to go through the story again Dutch English, Dutch English per sentence and then I'm going to through the story one more time in Dutch a little bit faster and then you will be able to catch most things. If you are listening to this on Spotify, you might want to watch it on YouTube because then you also have karaoke subtitles, which take a lot of time to put in, by the way, um, which will help you a lot uh, to memorize the words. But if you want to just listen passively, you can also definitely do that. So, the sponsors of today is again me. Um, I just wanted to let you guys know, in case you didn't know, that um, Spotify does not pay me for this at all, not even a little bit. And YouTube ha at least has the possibility to pay me eventually when I get enough uh, viewing time. So I still have a couple of hours to go uh, of viewing time before that is possible, but I hope to reach it by the end of the year. I think I might be able to make that. So, in the light of that, Please tell your friends about this podcast. Everyone who uh, might be interested, everyone who might have to be learning Dutch right now, actually, so spread the word, and it will make me very happy. Also, uh, if you really like this podcast, please comment something below, and uh, yeah, that really makes me happy. It's um, obviously I do this because I like it. That's why it's also free, and I just want to spread knowledge and love. For the Dutch language. So here we go. We have a little bit of a grim episode. It's about the Netherlands and guns. It's commercial in many countries, but in the Netherlands, guns are quite a negative topic in general, like viewed by pretty much everyone. So here we go. Who zit het met vuurwapens in Nederland? Vuurwapens. Oké, okay, this word we're gonna see that a lot. So it means firearms, vuurwapens, fire weapons, literally. Over het algemeen zijn vuurwapens verboden in Nederland. Er zijn nog meer wapens die hier verboden zijn en in andere landen niet. Drie voorbeelden hiervan zijn boksbeugels, those metal things that you can wear and then you can hit really hard, ninja sterren en peppers. Dus dames, als je over de grens wil gaan naar Nederland, laat je pepperspray achter. Terug vuurwapen. Ik kende tot mijn 21ste nooit iemand die een vuurwapen had. Het geschatte aantal mensen wat legaal en illegaal in Nederland een vuurwapen heeft, is 2,5 procent. De hoeveelheid mensen die per jaar doodgaat. Aan vuurwapengebruik is al jaren onder de 100. Bijna iedereen die in Nederland doodgaat aan vuurwapengebruik heeft iets te maken met het drugscircuit. Kortom, er gaan bijna geen gewone mensen dood door vuurwapens in Nederland. Dus wees gerust. Wees is een irregular verb voor de imperative vorm. There's only one irregular verb for the imperative form and that's this one. So be as an order in Dutch is wees. All other verbs are just the first person. So like do dit Doe dat, uh, ga weg, whatever. Wees is be. Wees gerust. Be rest assured. Basically. Be assured in Dutch, literally. Also another word. Kortom. Kortom is in short. Kortom. I use that uh, as the first word in the previous sentence. Dus, wees gerust. Normale mensen hebben in Nederland geen wapen over de legale wegen. Als je echt echt een vuurwapen wil hebben in Nederland kan dat. It's possible. Kan dat. Het jaar voordat je een vergunning aanvraagt, moet je dan iets doen. Je moet 18 keer, 18 keer bij een officiële schietvereniging hebben geschoten. Uh, so, schietvereniging is um, shooting club. Verenigen is to unite, as in maybe you know, de Verenigde Staten. The United States. So, schietvereniging is shooting club union, shooting club. Dus, sentence again because it was quite hard and quite long. Je moet dan 18 keer bij een officiële schietvereniging hebben geschoten. Er mag geen twijfel zijn over je mentale staat. So the mental state. Uh, en in de acht jaar ervoor mag je geen strafbaar feit hebben gepleegd. Strafbaar. Straf is punishment. Bar is Zo so, Strafbaar is punishable. Punishable fact. En plegen is to commit. Dus in de acht jaar ervoor mag je geen strafbaar feit hebben gepleegd. In de acht jaar ervoor mag er geen vermoeden zijn dat je een strafbaar feit hebt gepleegd. Dat is wel. En andere omstandigheden moeten ook kloppen. Geen idee. Verder zijn er ook veel dingen die je moet doen wanneer je het wapen hebt. Bijvoorbeeld. Je moet je wapen en munitie in kluizen gescheiden bewaren. So, some difficult words. Kluis is a vault. Gescheiden is separated or divorced, but in this case separated, en bewaren is to keep safe. Dus je moet je wapen en munitie in kluizen gescheiden bewaren nummer 2 je moet regelmatig blijven schieten bij de schietvereniging nummer 3 nog veel meer nog veel meer buiten dit alles is het sociaal ongewenst om een wapen te hebben in Nederland Kortom, het wordt gezien als een heel negatief iets. Oké, okay, that was the story in Dutch. Now we go again. Let's not waste time. It's a pretty long story. So here we go. Dutch English, Dutch English. Hoe zit het met vuurwapens in Nederland? What about uh, firearms in the Netherlands? Over het algemeen. Zijn vuurwapens verboden in Nederland. In general, firearms are prohibited, forbidden, verboden in the Netherlands. Er zijn nog meer wapens die hier verboden zijn en and in andere landen niet. There are other weapons, there are even more weapons that are uh, banned here and not in other countries. Drie voorbeelden hiervan zijn boksbeugels, ninja-sterren en pepperspray. examples, of... ninja-stars en pepperspray. Dus, dames, als je over de grens wil gaan naar Nederland, laat je pepperspray zeker achter. So, ladies, if you want to cross the border into the Netherlands, be sure to leave your pepper spray behind. Terug naar vuurwapens. Back to firearms. Ik kende tot mijn 21ste nooit iemand die een vuurwapen had. I never knew anyone who had a firearm until I was 21. Het geschatte aantal mensen wat legaal en illegaal in Nederland. Een vuurwapen heeft is 2,5%. The estimated number of people legally and illegally owning a firearm in the Netherlands is 2,5%. De hoeveelheid mensen die per jaar doodgaat aan vuurwapengebruik is al jaren onder de 100. So, the hoeveelheid is the number, the how muchness, literally. The number of people dying per year from firearm use has been under 100 for years in the Netherlands of course. <laughs> Bijna iedereen die in Nederland doodgaat aan vuurwapengebruik heeft iets te maken met het drugscircuit. Almost everyone who dies of firearms firearm use in the Netherlands has something to do with the drug circuit. Kortom, er gaan bijna geen gewone mensen dood door vuurwapens in Nederland. In short, almost no ordinary people die from firearms in the Netherlands. Dus wees gerust, so rest assured. Normale mensen hebben in Nederland geen wapen. Normal people do not have a gun in the Netherlands. Over de legale wegen. Als je echt, echt een vuurwapen wil hebben in Nederland, kan dat. About the legal ways. If you really, really want to have a firearm in the Netherlands, you can. Het jaar voordat je de vergunning aanvraagt, moet je dan iets doen. The year before you apply for the permit, you then have to do something. Je moet dan 18 keer bij een officiële schietvereniging hebben geschoten. You must then have shot 18 times, 18 occasions, not just 18 times like that, I guess, uh, at an official shooting club. Of course, using their guns because you don't have one yet. Er mag geen twijfel zijn over je mentale staat. There should be no doubt. About your mental state. In de acht jaar ervoor mag je geen strafbaar feit hebben gepleegd. In the eight years before you must not have committed a criminal offense. In de acht jaar ervoor mag er geen vermoeden zijn dat je een strafbaar feit hebt gepleegd. In the eight years before there should not even be suspicion... That you committed a criminal offense. En And andere omstandigheden moeten ook kloppen. Other circumstances must also be okay. I mean, it was on the government website like this. Ja, uh, yeah, it's, it's quite vague. I have no idea. You can call them. There's a number available on the government website. Just look it up on Google. It's the first to hit. Um, goed. <laughs> Verder zijn er ook veel dingen die je moet doen wanneer je het wapen hebt. Furthermore, there are also many things to do when you have the weapon. Bijvoorbeeld, for example. Je moet je wapen en munitie in kluizen en gescheiden bewaren. You must keep your weapon and ammunition in safes and separate. Je moet regelmatig blijven schieten bij de schietvereniging. You must continue to shoot regularly at the shooting club. En nog veel meer. And much more. Buiten dit alles, besides all that, is het sociaal ongewenst om een wapen te hebben in Nederland. Beyond all this, it is socially undesirable to have a weapon in the Netherlands. Kortom, het wordt gezien als een heel negatief iets. In short, it's seen as a very negative thing. Oké, okay, let's go for the story one more time, faster in Dutch. Here we go. Hoe zit het met vuurwapens in Nederland? Over het algemeen zijn vuurwapens verboden in Nederland. Er zijn nog meer wapens die hier verboden zijn. En in andere landen niet. Drie voorbeelden hiervan zijn boksbeugels, ninja-sterren en pepperspray. Dus dames, als je de grens over wil gaan naar Nederland, laat je pepperspray zeker achter. Terug naar vuurwapens. Ik kende tot mijn 21ste nooit iemand die een vuurwapen had. Het geschatte aantal mensen wat legaal en illegaal in Nederland een vuurwapen heeft is 2,5%. De hoeveelheid mensen die per jaar doodgaat aan vuurwapengebruik is al jaren onder de 100. Bijna iedereen die in Nederland doodgaat aan vuurwapengebruik heeft iets te maken. Met het drugscircuit. Kortom, er gaan bijna geen gewone mensen dood door vuurwapens in Nederland. Dus wees gerust. Normale mensen hebben in Nederland geen wapens. Over de legale wegen. Als je echt, een, als je echt, echt een vuurwapen wil hebben in Nederland, kan dat. Het jaar voordat je de vergunning aanvraagt, moet je dan iets doen. Je moet dan 18 keer bij een officiële schietvereniging hebben geschoten. Er mag geen twijfel zijn over je mentale staat en in de 8 jaar ervoor mag je geen strafbaar feit hebben gepleegd. In de 8 jaar ervoor mag er geen vermoeden zijn. Dat je een strafbaar feit hebt gepleegd. Andere omstandigheden moeten ook kloppen. Verder zijn er ook veel dingen die je moet doen wanneer je het wapen hebt. Bijvoorbeeld, je moet je wapen en munitie in kluizen en gescheiden bewaren. Je moet regelmatig bij de schietvereniging en nog veel meer. Buiten dit alles is het sociaal ongewenst, unwished, lift, lift, unwished, ongewenst om een wapen te hebben in Nederland. Kortom, het wordt gezien als een heel negatief iets. Zo, so, dat was het voor today. Please like, subscribe, and don't forget to leave a comment. I would love to uh, hear what you think about this podcast, and I put a lot of thought and love into it. So thank you for listening, maybe watching if you're on YouTube. And tot de volgende keer, see you next time. Doeg.